Dank voorzitter, collega's, commissaris. Dit is een moeilijk dossier. Dit is een dossier dat al lang op onze tafels ligt. Ik was erbij in de periode 2008-2011 toen het dossier op de klippen liep in de conciliatie. Dank voor de samenwerking met de schaduwrapporteurs en de rapporteur. Maar toch zijn wij als groene groep niet helemaal blij met wat voor ons op de tafels ligt. We hebben samen met de SND. Met de GUE en met de leden van de Vijf Sterrenbeweging amendementen ingediend. Een 25-tal amendementen. Die hoofdzakelijk draaien rond twee thema's. Eerste thema: voedseltoepassingen in zaken nanotechnologie. Wij vinden dat dit soort voedseltoepassingen moeten bestempeld worden als novel foods. Wij willen strenge testen uh, vooraleer dit soort voedsel op de markt komt. Wij hebben nood aan een definitie. Van technisch vervaardigd nanomateriaal. En we hebben nood aan goede testmethodes rond het vlees van gekloonde dieren. In september hebben we de voorstellen van de Commissie hiervan van tafel geveegd. Er is nu een juridische leegte. Wij zouden willen dat de Novel Food Regeling die juridische leegte opvult, zodanig dat we de consumenten een geïnformeerde keuze kunnen laten maken over hun, de aankopen die ze doen en kunnen voorkomen dat ze vlees van gekloonde dieren en hun afstammelingen kunnen uh, kopen. Daarom deze amendementen. Ik vraag de leden ter rechterzijde van dit parlement de 25 amendementen van de, drie fracties, of van de vier fracties te ondersteunen. Dank u.